chefsfriends.nl. Nou, ik zeg altijd, dit is de meest dure buik van Nederland. Er zit nergens meer caviar, kreeft, champagne en mooie wijnen in dan wat ik allemaal heb mogen meemaken. Bijvoorbeeld met groenten, dan denk ik echt aan Niven Kunz. Die heeft zich zo doorgespecialiseerd. Ik ben zelf geen groot liefhebber van groenten. Ik ben echt meer een vlees-viseter. Maar bij Niven moet ik zeggen, mis ik het, nog de vis, nog het vlees. Dus dat is toch wel een compliment. Met Sail Amsterdam bijvoorbeeld ga ik iets heel bijzonders doen. Dan ga ik elke dag, als zelfs al een dag van tevoren, met het Sailbestuur varen. En hopelijk Prins Maurits, die bescherming hier is, op het schip de mooiste lemste aak van Nederland. Die van de Groene Vecht, van Cor van Zadelhof. En daar ontvang ik 12 tot 15 VIP's, ministers. Pieter van Vollenhoven komt. Er komen diverse mensen. Eberhard van der Laan, de burgemeester van Amsterdam, komt. Abu Talib van Rotterdam wil komen. En dan komen de... Johnny Boer komt koken aan boord. Jacob Jan Boerma komt koken aan boord. En alle twee sterrenchefs uit Amsterdam en omgeving komen ook koken. Toen wij ooit in een privévliegtuigje naar de Champagne-streek vlogen. Toen was Kees Wildschut de eigenaar van de Zwethul. Was ook mee en Mario Ridder, want die tekende in het vliegtuig onder het genot van een glas Laurent Perrier de handtekening van dat Mario de Zwethul overnam. En daarbij barstte hij in huilen uit toen hij de handtekening had gezet. Zo erg zelfs dat bijna die handtekening, de inkt, een beetje begon door te lopen. En laat dan vooral, beste mensen, de sommeliers, ruim niet meteen de flessen weg. Laat dat staan. Dat heb ik ook een keer bij het Amstel Hotel meegemaakt. Die lieten al die mooie flessen staan. Dat geeft zo'n rijkdom. Eten moet ook rijkdom. Zeker als je in een mooi restaurant eet, moet er rijkdom uitstralen. Of als je onder een mooi gedekte tafel zit in de tuin bij de Lindenhof. Of bij Jarno Egge bijvoorbeeld heb ik laatst gegeten. Bij de Groene Lantaarn in Drenthe. Ja, die laten dan de spullen op tafel staan wat je hebt gedronken. En dan denk je, jeetje, dat is heel bijzonder. ChefsFriends.nl is een initiatief van R&R Media en Advies. Ga voor meer ChefsFriends naar www.chefsfriends.nl en volg ons ook op Twitter, Facebook, Pinterest, Instagram, Google+, YouTube en Foodspotting.